Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. In deze aflevering gaan we verder in de Team Magma Hideout, waar we vorige keer iedereen omver swampten met mijn Tentacruel die surf kan. En waarschijnlijk is dit het vervolg daarop. Een Teriursa en een ring met Ursa erop. Oké. Laten we eens even hun omver surfen. Ik denk dat dat het beste is wat we kunnen doen. Ja, doe voor de zekerheid allemaal op Psybeam. Maar we surfen hun allemaal gewoon dood, joh, in één keer. Zo, er is een ring. Oeh, het was niet eens genoeg. Wat? Ik ben teleurgesteld dat dat niet genoeg was. Hoe? Terwijl in de vorige aflevering hebben we een paar van Earth Rings van hetzelfde level gewoon one-hit kunnen KO'en met surf. Dus ik vind het wel bijzonder hoe dat nu kan. Emolga leert U-turn. Doe maar die. Oké, nice. We hebben U-turn geleerd. Oké, de lange tongbeer is ook verslagen. Nou, in deze aflevering gaan we natuurlijk gewoon even die hele Magma Hideout leeg trekken. Dat hebben we natuurlijk zo gedaan. Hey, hold it right there. Dit is normaal niet. Spannend. So you're the kid who's been causing trouble for boss, huh? Well, you made it this far, so I'll tell you. That's right, up ahead, Groudon is sleeping. Maxi went to Groudon just seconds ago. It's going to awaken real soon. It's a shame you won't get to see it for yourself. Nou, dat was een goede impressie, of niet? Admin Tabata. Oké. Met een Houndoom. We spoelen al die Pokémon gewoon weg met surf, jongens. Niks aan de hand. Emolga level 44, nice. Tangrow 42. Dugtrio, nou die spoelen we ook wel weg hoor, daar hebben we ook geen moeite mee. Tickletick, tickletick, trio, trio, trio. Doei! Nou, we spammen gewoon surf in deze hideout en dat is het. Dus Loose Moth level 68. Electros, maar die is ook ground volgens mij in deze game. Yep. Dat was niet eens genoeg. Ik ben teleurgesteld. Krijgen we ook nog hit van die Sandstorm natuurlijk. Yep. Liquidatie. Bolt Blitz. Oké. Bolt Blitz 120, 100 accuracy. Wel met recoil. Oh, met overcharge word je altijd geparalyzed, maar dan vind ik overcharge wel beter dan Bolt Blitz. McMortar, ja hoor, die spoelen we ook wel weg. Daar hebben we allemaal geen moeite mee. Ja hoor, Dawn. Oké, dan moeten we denk ik
de Maxi of hoe heet die andere? Archie? Nee, Maxi moeten we dan nog wel verslaan, denk ik. Hemogel level 45, nice. Tankrod 43. Poison Jab, ja, die willen we wel leren, denk ik. Oeh, nee, die willen we niet. Ah, Poison Jab is beter dan Needle Arm. Het is allebei geen stab, dus ik doe Poison Jab voor een Needle Arm. Kan ik iemand nog poisonen? Nou, Tabitha is gone. Ik ga niet wegrennen. Ik ga gewoon vol die baas van jou in een mootje zakken. En die Pokéball pakken. Met een Max Revive. Nice. Want dan ze denken dat ik dat nodig heb. Kom maar op, jij vuile bitch. Hij gebruikt de blauwe orb. Brown springt weg, alsof hij niks weegt. Wij gaan vechten. Nice. Vechten met Maxi. Ursa ringing. Goed, de Ursaring is weg. Komt hij nog met de Camerupt? Nee. Ja hoor, hij komt ook nog met Camerupt. Nou, die Camerupt wil ik ook wel slaan. Je moet maar één step Pokémon met Surf te hebben en deze hele grot is niet interessant. Deze is niet eens overleveld, hè, deze Tentacruel. Unitless, daarentegen wel. Ja, dat is Lucemov, die ook. Emolga, die komt eraan eindelijk. Typhlosion, ja joh, als je Typhlosion ook wil dat die weggesurfd wordt, dan doen we dat toch, joh. Daar hebben we allemaal geen probleem mee. Ah, dit is zuur. Oh, Double Edge is nog een recoil move. Ja, oké, doei! Nice! Level 69. Nu mag hij niet meer leven. Tangrowth level 44, nice. Nou Maxi, het was me een waar genoegen. Je was echt nul moeilijk, zeg maar. Nul challenge was jij. Oeh. Een Starpiece, die kan ik goed verkopen. Nou, die willen we ook. Een escape rope. Nou, we lopen wel terug, nog maar een klein stukje. Oh, dat kan dus niet. Ah, oh, wat lullig gemaakt. Oké. Okay. Gebruiken we die escape rope toch, joh. Maar had ik er nog één ook, dus ja. Nice. Nou, Pokémon. Fly. Eternal Forest ligt hier. Dat kan ik altijd waarderen. Even healen, want Tentacruel zal een beetje uitgeput zijn. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, dan kunnen we hier als het goed is naar de Aqua Hideout gaan. Oh, toch niet? Oeh, ik heb wat gemist. Wat was het ook alweer?
Dit vergeet ik altijd. Was het niet dat je eerst naar Slateport moest? Even denken. Hop. Ja. Oké. Waar is kapitein Stern? In de harbor, snel, submarine. Jullie vuile aqua, mevrouw en meneeren. Oké, Archie is naar Lillecove. Nou, dan gaan wij toch ook gewoon naar Lillecove. Daar waren we net al, denk ik. Dat was ik net even wat te vroeg. Zo. Moet altijd goed onthouden bij Emerald wat je moet doen bij dit stukje. Want dit is altijd een stukje waar sommige mensen snel vastlopen. Ik dan een klein beetje, omdat ik natuurlijk niet helemaal in één keer de goede kant op ging. Omdat ik een klein stukje was vergeten. Maar gelukkig wist ik meteen ook wat het ook weer was. Kijk. Hier is niks. Nou, dit herken ik uit duizenden. Niet per se waar ik naartoe moet, maar wel omdat ik deze game vaak randomize en dit dingen zijn waar je heel vaak komt. Dus. Een quillfish. Daar heb ik niks aan tentacle, helaas. Maar misschien dat Tangrowth kan shinen. Wow, hij dived gewoon? Wat? Ik hoop dat ik slomer ben. Ik ben niet slomer. Zeer sad. Bramble Bash. Dat deed zeer weinig damage. Ik ben wel laag level natuurlijk. Maar toch vond ik dat het weinig damage deed. What the fuck is Carbonize? Het zal wel. Quillfish is wel dood. Maar het is niet super effective, dus dan is hij geen steel. Ja, doe die double battle hier maar dan. Doe die double battle hier dan maar. Even kijken wat we hebben. Dewgong en machtige hyena. Even denken. Surf en... Dark, hè? Een roze crit, oké, nice. Nice, de Dewgong is dood. Scherpe pedo is weer aanwezig. Um.
zal dood zijn, want het is 160 power, super effective stab. En een crit. Ik deed zoveel damage op die Sharpedo net. Holy shit. Daar had ik zou ik graag een kalk van willen zien. Oeh, allemaal levels omhoog. Nice. Nice. En dan hebben we als laatst de Quillfish weer. Dan ben ik toch benieuwd als ik gewoon overcharge doe wat het dan doet. Nou, ik ben eerst met de Psybeam. Oeh, die deel bijna genoeg. Ja, dan zal dit sowieso killen, maar het is zonde van die overcharge dan. Nee, maakt niet zoveel uit. Dat was Team Aqua Granting. Fuck, dat was niet mijn bedoeling. Ik wil helemaal niet tegen deze bitch vechten, maar het moet maar gebeuren. Eén Pokémon. Een Sharpedo, oké. Okay. Oeh, hij danst met zwaarden. Dat is gevaarlijk, Sharpedo. Doe nou voorzichtig. Je hebt al van die sneeën bij je ogen zitten. En ook level 48, holt ze vlot. Nou, nog een dubbel battle. Zit hij vol met Team Aqua gastjes. En daar heb ik niet zo zin in. Maar ja, het is niet anders. Dewgong en Sharpedo. Zo, ik denk dat dit een goede keuze is. Hydropomp, nou, hoe durf je? Kijk, wat een KO, daar houden we van. Hey, Ryunicles level 65. Frenzy Plant. Is ook geen recoil move. Oh nee, het is een 2. Two stage move, wel 150. En ik heb synthesis, dan doe ik Mega Drain weg. Als ik een keer echt hard moet hitten, dan is dat wel echt, is Frenzy Plant wel echt een fijne aanval om erbij te hebben. Ah, dat is wel zonde. Oké, okay. Overcharge. Magical Leaf. Ha, miss, bitch. Loosemove alweer level 70. En Tangrowth level 46. Nice. Moeilijk! Oké. Die moet ik wel bevechten. Adminnetje verslaan. Admin Matt, met een Delmice. Ik had niet verwacht dat die in deze game zou zitten.
Waar is die watergras? Of stil. Ik weet niet zo goed dat ik hiermee aan moet. Goed zo. Het is ghost zeker. Water ghost, dat kan ook. Dat deed heel veel damage. De Delmeister is in ieder geval dood. Huntel. Echt een underrated Pokémon. Net als een Corbis, allebei. Oef, Frostbite. Dit weet veel damage, bitch. Oké, ook dood. Dat was wel een crit, maar ik denk niet dat het veel uit heeft gemaakt. Tentacle op 57. Blastoise, oké. Ik denk dat het nu tijd wordt voor Frenzy Plantje. Gewoon hard hitten, one hit KO en het is toch de laatste beurt en dan. Seismic Toss. Hij is sneller, wow, joh. Zo'n dikke schildpad is gewoon sneller. Doei Blastoise, doei! Level 47, Tangrowth. Ja, vlucht jij maar. We moeten nog even voor die Master Ball zoeken natuurlijk. Oh. Nice. Hey, nice. Een nugget. En een Master Ball. Nice. Allemaal nice. Top. Nou, dan gaan we hier weer naartoe. Door de trappen gehad. Hier het water in. En dan hebben we dit gedeelte alweer gehad. En dan kunnen we eventueel naar Moss Deep. Maar naar Moss Deep gaan we de volgende aflevering. We gaan even healen. En dan is dat het alweer geweest voor deze aflevering. Hebben we toch mooi een teampje bij elkaar gesprokkeld waar we trots op kunnen zijn. Ik denk dat we best wel aardig ver kunnen komen in de Pokémon League met dit team. Lekker gevarieerd, dus daar hou ik altijd van. Ik wil bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos.